Het directoraat cultuur heeft gisteren enkele historische objecten in ontvangst genomen van Karel Jan Breukhoven. Het gaat om schoeisel, een koperen melkkan en een stenen schaal uit de 19e eeuw. Johan Rozer, stafmedewerker van cultuur, zegt dat het directoraat het waardeert dat mensen archeologische objecten die ze in hun privécollectie hebben afstaan aan de overheid. Hij meent dat deze objecten een betere bestemming krijgen en van belang zijn om de geschiedenis van Suriname goed in beeld te brengen. Gaan we dus onderzoek doen, met name naar het schoeisel dat is overgedragen. Gaan wij dus mensen die daar kennis van hebben, gaan we aan het werk zetten om te onderzoeken. Er zijn ondertussen foto's gestuurd naar een Amerikaans instituut om ons daar in eerste instantie informatie over te verstrekken. En daarnaast zal er dus deskonderzoek worden gedaan. Er zal gesproken worden met mensen die kennis van hebben. En we gaan dan rapporten opstellen om onder andere te weten hoe oud de dingen zijn. Hoe ze werden gebruikt, door welke groep of personen werden ze gebruikt. En dat we dus zo komen tot een betere inzicht over onder andere het dragen van schoeisel in Suriname gedurende de slaventijd en daarna. Dus kortom, het gaat erom dat we nog een lange weg te gaan hebben voor wat onderzoek betreft. Want het is natuurlijk altijd prettig als er op een juiste manier gegevens over de objecten kan worden verstrekt. Rozer geeft aan dat na het onderzoek deze objecten tentoongesteld zullen worden. Hij doet een beroep op mensen die archeologische objecten vinden om eerst contact te maken met het directoraat. Het beste is om het daar te laten en contact te maken met ons, met het directoraat cultuur. En dan sturen wij dus mensen om er naar te kijken. Belangrijk is dat voor de archeologen dat de omgeving niet verstoord raakt. En als men dus iets tegenkomt bij het graven, dat men dan inderdaad meteen meldt. Mensen die iets vinden in de districten, moeten naar de districtscommissaris. Dat schrijft dus de monumentenwet voor als het gaat om archeologische vondsten. Dat het districtscommissariaat wordt gemeld en dat we dus via districtscommissaris of ook de persoon die dat gevonden heeft, in kennis gesteld kunnen worden. En dan komen we ook kijken waar het om gaat. En als het waardevol is, in eerste instantie waardevol lijkt, dat er dan onderzoek zal plaatsvinden. En dan gaan we dus even vragen dat de werkzaamheden worden stopgezet. Johan Rozer, stafmedewerker van het directoraat cultuur. Hij geeft aan dat de archeologische objecten een belangrijke bijdrage leveren aan de geschiedenis van ons land.